Hallo iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik er niet alleen maar met Lisa. Het is vandaag Lisa haar verjaardag, dus ze gaat een cadeautje unboxen. En we gaan ook samen onze ruilsamenwerking unboxen. Ja, top. Dit is het cadeautje, dus ik ga met het cadeautje beginnen. Ja, is goed. Zo. Ik ga het zo doen. Ik zie eigenlijk nog niks, dat is voor mijn gezicht. Oké, we gaan met eerst beginnen. Het ziet er echt heel leuk uit. Ik heb eerst zo'n pakketje. Echt wel nieuwsgierig. Hoe ik het een beetje kapot gemaakt. Als eerste... Nu begin ik allemaal hier alles op de grond te gooien. Als eerste heb ik hier leuke oorbellen. Misschien moet ik even al de cadeautjes hierin zetten. Zo. Dan... heb ik een stickerrol. Zo het, op camera lijkt die echt zo veel groter. Ja, dat had ik ook met mijn stickerrollen. En dan voor de rest zit er mijn confetti in. Zo. Dan heb ik het volgende zakje. Dat is wel leuk. Al die confetti. En dan heb ik nageldingen in zitten. Met zo die nagel... Ja, nageluithaalding voor de naam. En dan heb ik nageltjes. Ik vind het echt heel leuk. En dan heb ik nog lijm. Daar zitten er nog allemaal nageltjes in. Lijm. Ik wil alles al vallen. Oké, zo. Dan heb ik het volgende pakketje. Je hebt er echt eens te kijken van. Dat ik het leuk vind. Alle confetti valt op de grond. Oh, maar stofzuiger dan wel als ik een vind. Een stofzuiger vind. Oké, dan heb ik hier verlengstukjes. Hoe staat dat? Ja. Oké, top. Ja, ik ga dat gewoon terug zo meteen in de zakje stoppen. En dan heb ik pareltjes. En dat waren zo de dingen die ik wel wou, maar dan hadden ze zo niks meer voor de roze aan mijn werk. Ik had zo niks meer om te zoeken. Dus pareltjes. En dan... smiley kralen. Love it. Wat is er nog uit? Oha. Wow. Is het gaan buiten? Ja. Ik ben een beetje onhandig. Oorbelhaakjes, zilver. Ronde oorbelhaakjes. Sorry dat het zo onduidelijk is op het beeld, maar op het einde zullen we het nog wel fatsoenlijk laten zien. Ja, is goed. Ik laat hier alles half vol. Oké, ik ben echt gewoon te nieuwsgierig. Dan het volgende pakketje. Ik vind het echt zonde om allemaal kapot te maken. Waxcord, ik vind het echt heel leuk die kleur. Zo. Dan heb ik hier een brief. Zit hier een brief in? Ja, dan zit, ik weet niet wat erin zit. Er zit geen brief in. Oeh. Hier is een gezichtsmaskertje in. Chocolade. Chocolade. Die moet je zelfs opdoen. Dan moet je er zo'n vlog van maken van zo de hele dag. Oké, en dan er allemaal weer open zetten wanneer je je slecht voelt. Altijd weer zo'n lieve briefje zijn. Altijd echt lief. Echt zo mooi ingepakt. Oké, dan heb ik hier een boekje. Heb je zelf gemaakt? Ja. Oh my god, wat heb je gedaan? Oh, dat is echt leuk. Wat een achtergaan naar de plaks gewoon. Ik dacht al. Een boekje waar ik in kan schrijven. Nu moet je ook zo eentje voor jezelf maken. Mm-hmm. Jezelf. En dan het laatste. Dat is dan een kaart. Een kaart. Oké. Dat is een heel kaart plakt. Oh, hoeveel brief heb je erin? Oké, ik dacht dat er nog een brief was. Oh my god, zeg leuk. Geniet van je dagje. Happy birthday. Er zijn allemaal foto's van ons in. Echt super leuk. En dan heb ik nog dingen. Dan heb ik hier van die plakbriefjes allemaal. Dat vind ik wel handig voor te leren. Ja. Ah, dat valt allemaal confetti op mijn voet. Dus briefjes. Zo. En dan is het ook kruisrestaal. Ja. Kruisrestalen verlengstukje zilver. Ik wist niet dat je die nog in zilver had. Oh, je plakt nog iets op. Dat had ik niet gezien.
Heb je nog iets? Nee. Dat had ik echt niet door. Oh, een ketting van mijn naam. Wacht. Ja, sorry even, dat het even lang duurt. Ik wil alles afhalen. Die kleur is wel leuk. Ja, je zei dat die lievelingskleur paars is. Ja. Is het aan elkaar? Ja. Ik denk dat er al een knop in zit. Oeps. Oh my god. Oké, zo. Top. Dus hier heb ik een ketting, een paarse ketting met mijn naam. Ik ken dezelfde. Oh my god. Een landroze. Die ga ik dan zo meteen aanzien. Dus ja, top. En dat was het dan. Dankjewel. Graag gedaan. Echt heel blij. Nu moeten ze zo het ras zijn waar ik het pakketje open. Ja, dus jij hebt dit. Dankjewel. Ik heb het onder een dos gestopt. Oh, die stickers zijn leuk. Ik had nog zo allemaal stickers, dus ik dacht van, ik ga ze wat allemaal op de dos plakken. En dan heb ik hier een mega. Wil je al open doen, hè? Ja, die vind jij maar. Zo ziet dat eruit. Dat is ook heel leuk ingepakt. Yes. Eerst zie ik hier confetti. Dat kijk heel. Ja. Confetti. Dan stickers. Oh, dat is echt leuk. Ik wil even goed mogelijk proberen het te vallen. Thank you stickers. En nog meer thank you stickers. Dan, oh, je gaat overal confetti liggen. Dan snoepjes. Truitella. Ik eet die oranje niet, dus ik vroeg of ze die wil. Dat vind ik wel lekker. Hartjes confetti. Een bedankkaartje. Zo, thank you for your order. Ik had geen zin om er nog iets op te schrijven. En dan nog twee pakketjes. Dit is een cadeautje, hè? Echt dat je dit. Kijk maar. Ah ja, dat zijn die kettels, dat met niet. Ja. En nog dingen. Even kijken. Ik ga dat boven de doos leegmaken. Ah ja, nu weet ik het weer. Kettelstift en niet-stiften. Oorbelstekers. En blaadjesbedels. En dan dit is het cadeautje. Of een extraatje. Ja. Ik wist niet wat je allemaal wou, dus. Dat is ook zo leuk ingepakt. Allemaal stukjes in. Confetti. Oh, ik wist aan de ene kant dat je confetti ging indoen. ik had er al heel veel van die confetti. Ja, was je echt zo heel veel van die confetti. Ik dacht dat je dat ging in, dat je dat zou willen. En toen zo, nee sorry, echt zo. Een kralenmix. Die kan ik bij mijn kralenmix doen. Ja. Ik moest die korrieschelpjes... Die korrieschelpjes, ik moest nog iets vinden. Ik moest nog iets van een paar cent vinden. Ik zo houd je er gewoon aan bij. Korenschelpjes en veterklemmen. Oké, dit was alles. Normaal gezien. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, als eerste heb ik hier de zenddoos en dan hier. Zitten dan van die pakketjes, hè? Zo. Oké, het eerste is extraatje, maar dan ga ik het laatste doen. Dat is wel lekker is om het laatste te doen. Zo. En dus als eerste heb ik hier iets waar Lies op staat. En hello, gorgeous, of hoe je dat ook zegt. Ik kan hier Engels. Ik ook niet. Je confetti helemaal in deze doos. Ja, confetti in. Oké, als eerst heb ik een bedankkaartje. Hey Lise, dankjewel voor je bestelling en veel plezier ermee. Groetjes nog aan. Een heel leuk bedankkaartje. Ik ga gewoon even hier allemaal in. Doe maar. Kast is een beetje vervelend. Oké. Dan heb ik. Oh ja, eerst dit. Eerst heb ik hier jas van zilver. Omdat ik niet meer veel had. Mijn kast is echt irritant natuurlijk. Oké, dan heb ik hier verlengstukjes goud. Ik zit echt heel ver van de camera, dus sorry dat het onduidelijk is. Dan ronde opaakjes goud en zilver. En dan. Hoe heet dat nu? Kettinghangers. Dat lijkt echt zo heel klein. En op de video is het echt heel groot. Het is echt een heel verschillend video. Ja. En dan kneepkralen. Dus het ziet er echt weinig uit. Ja, dat zijn er maar 102. Ja. En dan? Confetti. Confetti en nog iets zwaar. Voor. Ja, dat heb ik zo. Oh, lekker ballen.
staat hier. En daar zitten roestvrijstalen sluitingjes goud in. Mm-hmm. En dan voor de rest alleen maar confetti in. En mijn kast bleef echt vervelend. Oké. Dan heb ik voor eerst deze. Het is allebei extraatjes. Oh, ik dacht al. Oké, we gaan eerst met deze. Maar dat past niet in hetzelfde zakje. Smiley kralen. Heel leuk. Ik heb hier weer aan doen. Zie je nog iets? Ik had dat bijna weggegooid. Dan zitten daar hartjes kralen. Ik noem maar pastel kralen, maar... Dat is niet pastel, dat is een multicolor. Ja, multicolor heet dat, maar ik noem altijd pastel kralen. Ik weet niet waarom. Oké, en dan het laatste extraatje. Er zit een zwarte kraal in. Oh, je weet echt allemaal wat ik allemaal had gezegd, maar ik ben blauw van nu. Zwarte kralen. En witte. Top. En dan de verbindelsen. Thank you. De outro van deze video is ineens weg, wat heel raar is. Maar bedankt voor het kijken. Ga Lies ook nog zeker een later verjaardag wensen. En volg ons ook op Instagram. Doei!